De operatie Ring Zuid barst los over 15 dagen. Het klinkt als een militaire operatie, maar dat is het niet. Het zijn de laatste loodjes van de grote aanpak van de nieuwe zuidelijke ringweg van Groningen. De informatiekrant hierover wordt in een groot gebied rond de stad verspreid. Vandaag werd het eerste exemplaar aangeboden aan wethouder Broeksma. De krant is verspreid in een oplage van 600.000 exemplaren. Dat is nog nooit eerder vertoond. Het gaat over heel Noord-Nederland. Want dit kruispunt, het drukste kruispunt van Noord-Nederland, heeft een effect op zeg maar, het hele verkeerssysteem in Noord-Nederland. Het Julianaplein, het Vrijheidsplein en het deel van de ring die gedeeltelijk onder de grond gaat, moeten met elkaar verbonden worden. En tijdelijke wegen worden afgebroken. Dat betekent grote omwegen voor de auto's. En dat betekent eigenlijk voor mensen, als je naar je werk moet of een dagje wil starten in Groningen, kom op de fiets of gebruik het openbaar vervoer. Of anders, als het kan, werk thuis, werk vanuit huis. Het wegennet waar je langs moet vanwege de stremmingen kan de huidige verkeersstroom niet aan. Om de wegen niet helemaal dicht te laten slippen, moeten er 80.000 auto's per dag minder op de weg. Aan grote instellingen en bedrijven is gevraagd hieraan mee te werken. Gemeente Groningen is een hele grote werkgever met 5.000-6.000 medewerkers. UMCG, IKEA, Martini Plaza. Zo heb je eigenlijk heel veel verschillende organisaties hier in de stad. En iedereen moet zijn steentje bijdragen. 80.000 auto's is heel veel. Maar als je per organisatie gaat kijken naar een paar honderd auto's, in de optelsom weet ik zeker dat het dan gaat lukken. Ieder bedrijf of instelling die veel verkeersbeweging veroorzaakt en dus potentieel fileleed, heeft zijn eigen aanpak. Martini Plaza geeft mensen die kaarten hebben voor een voorstelling via een mailtje een reisadvies. En ons credo is toch nog steeds welkom in Groningen als je maar op tijd weggaat. Jullie zeggen van plannen eigenlijk? Je moet vooral plannen. Dus ga vooral een half uur of misschien wel een uur eerder weg. Probeer de spits te mijden. Onze voorstelling begint om 8 uur, dus dan ben je ook wel uit de spits. Dus de kans dat je hier op tijd bent en de voorstelling kan zien is heel groot. Onderwijsinstellingen passen hun rooster aan om te zorgen dat alle scholen niet tegelijk beginnen. Dat is ook nodig om het openbaar vervoer te ontlasten, zodat meer mensen hier gebruik van kunnen maken. Om te zorgen dat studenten die met de bus en met het OV komen, dat die niet allemaal tegelijk komen. Wat denkt u, gaat dat in eerste instantie lukken of gaan de mensen eerst gewoon nog tegen de muur aanlopen? Nou, ik denk allebei. We hebben eerder laten zien tijdens operatie Julianaplein dat het gelukt is. Dus ik heb heel goed vertrouwen dat iedereen de adviezen opvolgt. Iemand die gewoon een dagje gaat winkelen, die moet zich er ook bewust van zijn. Ja, de krant heeft een oplage van 600.000. Die hebben we overal verspreid in Noord-Nederland. Het voordeel is wel dat een toerist niet per definitie hier om 8 uur of om 8:30 hoeft te zijn. Maar de oproep is wel aan iedereen, laat jezelf nou heel goed informeren via de website groningenbereikbaar.nl. Om te kijken van als ik plan om naar Groningen te gaan, doe het dan zo slim mogelijk. Dat is eigenlijk onze oproep.